Judith is een week geleden gekomen met een vliegtuig. En ze heeft ons al een paar ochtenden school gegeven. Waar woont ze dan? Waar en een keertje woonde. Oh ja. En is er ook iets heel fijns bij dat huis? Een zwembad. En mag jij daar dan ook zwemmen? Dat is wel heel handig dat juf Judith daar woont, hè? Dan kan ze ons zwemles geven. Mij en David en Jelle. Maar David is het kleinst. Leuk. Maar ik moest iets meer school doen dan Eloïse. Oh, hoe komt dat dan? Lies is nog kleiner dan mij. Zij is 4 en ik ben 5. Louise, wat vind je ervan dat ze gekomen is? Goed. En weer spelletjes spelen, tekenen, schrijven. Boekje lezen. Ik wist niet dat juffen dat ook deden. Deze juf wel, hè? Ja. Het is ook een lieve juf. Wat vind je van juf Judith? Is ze een hele strenge juf? Ja. Nee, geen cijfers. Wat dan? Vormen. Hier allemaal, als je hier een stippel zet en hier een stippel, en hier een stippel en hier een stippel. En wat is dat dan? Dat weet ik niet. Dat heb ze niet verteld. Ik ken er eentje. Oh, vertel eens dan. Nou, een rondje zit ook in cirkel. Wie dit? Oeh. Oh. Zie daar. Hoe dat? Nee, Doei. Doei.